Nee, serieus? Ja, ik had je gewaarschuwd. Die hebben nu zelf heel ver geklaard. Deze grote. Dit is Abdel. Abdel en Abbie. Remy heeft honger. Hele tijd is hij aan het vereten. <laughs> <laughs> ik zat er te kijken. Ik moet ja. het gewoon niet doen. Yeah, yeah. Je kan hier niet zitten. En af en toe dit, dit gewoon. Ja. Nee, maar, 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 maar al, hè? Dit was de laatste keer. Oké, okay, maar hiero hè? Maar waar heb je het nog meer gedaan? Wat dan? Kijk, ik weet, staat het erbij? Want het viel mij ook op. Maar je hebt het ook nog ergens anders. Kijk, wat betreft. Uh, uh, Remy had. Uh, uh, waar heb ik het nog meer gedaan? Remy was ook al zo aan het kanen tijdens de interview op Glory96. De man heeft honger. De interviews? Toen wordt het 96? Ja, je weet het niet meer. Ik heb het wel gezien. Welke interviews? Met Chico. Toen was je even iets aan het eten. Maar je, moest er, je kwam er ineens bij, toch? Oh, ik weet niet of Chico je erbij ja, riep. Ja, 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 ik was nee. nog aan het kauwen. Ik weet niet of Chico je erbij riep of dat je zelf gierig kwam aanreden. Ik, ik, ik was gierig. Ja. Ik wilde er ook bij. Ik wil nee. voor de camera. <laughs> ik wil voor de camera. Ja. Nee, nee, nee. Oh, ja, oh, ja, ja, oh, ja, ja want toen was ik aan het gaan Wacht, wacht. Even iets tussen ons, hè. Uh, ja. Help me straks herinneren, hè. Want je zegt, je wil voor de camera, toch? We moeten even iets onder vier ogen bespreken, zo. <laughs> Ik ga helemaal stuk. Maar ja, oké, ah, ja. oké. Okay, okay. Ja, nee, dus uh, maar toen, toen was je ook aan het eten. Maar je was net aan het eten. Toen riepen we je erbij. Ja, en toen kwam ik al kauwend ja, in kamen beeld. Al ja ja, 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 ja. En ja. toen had je nog, volgens mij je nog één stuk of zoiets. Luister, nooit meer <laughs> ja. voor de camera voor een interview gaan eten. Want ik, ik zat er mezelf ook aan te storen. Als ja. jij het zo had gedaan, had ik ook gezegd, hé, hey, Marie, moet. moeten we niet Ja, doen. sowieso, ja, honderd. Maar waarom moet jij, zeg jij me niet dan. Huh? Nee, ik vond het wel goed. Ja, maar nee, vond vond jij de volgende laat keer weer. Laten uh, <laughs> we even kraken ja. Nee, wel, je, je moet gewoon niet eten voor de camera en helemaal niet tijdens zo'n opgenomen gesprek. Ja, ja. Want ik hoorde mezelf gewoon zo. Ja. Nee, dat, dat kan echt niet. Luister, luister deze, luister deze. We gaan snel ja, ja. verder. Luister ja, ja. deze. We hadden het over dat van Sirich, toch? Dat, 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 uh, ik, ik zei ja, Siritch heeft gewonnen. Want puppeldo ja. uh, Maar je weet, weet, onze mensen die gaan helemaal rekenen en kijken ja, en zo. Ja, okay. ja. Uh, maar hij is, uh, degene zegt, ik kan niet echt niet zo goed zien wie het. Maar degene zegt uh, uh, niet waar. Marinho verspreidt fake nieuws. Die 10-8-ronde, uh, uh, die 10-9 werd gejureerd, maakt uiteindelijk niets uit voor de uiteindelijke score. Ronde was 1-10-9 Ristov, ronde 2-10-8 Siric, ronde 3-10-9 Ristov. Dus 28-28 gelijk. En vierde ronde, drie van de vijf juryleden hadden het ook zo gescoord. Als de 10-8 werd gegeven in plaats van de 10-9... zou vier van de vijf juryleden het een droog gescoord hebben... en dus ook een vierde ronde. Oké. Okay. Dan zegt uh, weer iemand anders, Daniel Siric, die zegt... Uh, uh, ronde 1 was niet 10-9 Ristov. Want er was één jurylid die uh, Ristov 9 gaf en Siric 10. Marino verspreidt dus geen fake news. En Siric is daadwerkelijk winnaar en had een... Uh, er had namelijk geen extra ronde hoeven te komen, aangezien Siric binnen de eerste drie rondes al aan punten voorstond. Hierdoor uh, had het aantal punten uh, als Siric in ronde 2 van alle juryleden 10-8 zouden hebben ontvangen. Siric heeft geprobeerd een uh, protest in te dienen, maar de bond heeft het geweigerd met een slap excuus dat hij te laat was. Het lag niet aan het geld. Want Sirich is nog steeds overtuigd van zijn overwinning. En wil tot op de dag van vandaag nog steeds een protest indienen. Ja. Het ging wel kijk, mooi. Kijk, en ik vind het mooi als mensen het ook voor me opnemen, toch? <laughs> ja, weet, je, weet, weet je wat het is? Ja. Ik, ik, ja, ik, ik blijf er wel bij dat de juryleden. Ja. ja die, 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 die moeten of scherper worden, ja. professioneler. Ja. En, uh, en ze mogen best wel een keer een, ja, hoe zeg je dat? Een repressie krijgen of een, of een, uh, of een gesprekje krijgen als ze het echt zwaar verkeerd hebben. Ja, maar, maar, en, 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 even, <tus> ja. en de procedure tot protest ja. moet eventueel makkelijker gemaakt worden. Het moet niet een soort geldkwestie worden. Mm. Voor dan moet je 700 euro betalen ja, 75, om, het in te, om het dan in te dienen. Mm. Mm. En, dat, dat geeft je het gevoel van ga ik het doen. Ja, ja, weet ja, je? Ja. Die gasten verdienen al niet zoveel. Mm. En dan moet je 700 euro gaan betalen. Yeah. Om, om, en dan vraag ik me eigenlijk af... voor wat? Kijk, tuurlijk willen ze niet bij alles... Ad administratie? Constant... Ja, administratie. Mijn ass. <laughs> ja. Administratiekosten is een 5 euro of zo, of een 10 euro. Ja. Maar meteen uh, 700 euro vind ik veel. Kijk, tuurlijk, ik begrijp het wel. Twee gasten of vier gasten moeten er naar gaan kijken. Ja, die gaan het ook niet in hun vrije tijd doen, weet je? Ja. Dat moet voor ja. betaald worden. Ik begrijp ja. het wel. Alleen... Misschien moet het eraan liggen van. Als je die 700 euro betaalt. en je krijgt gelijk. krijg je die 700 euro terug. Of zo. Ja, sowieso. Ja, Weet je? Want ja. dan heb je gewoon gelijk. Ja, wat ik alleen niet. Kijk, helemaal, kijk als wij kijken naar de wedstrijd. of je nou commentaar geeft. of je nou uh, uh, in het publiek bent. Je kijkt naar die wedstrijd. Wij kijken naar die wedstrijd. oké, okay, wie, uh, wie doet het beter dan de ander? Wie doet het goed? Toch? Het is niet ons werk. Wij kijken voor plezier. Ja. Kijken wij. Ja. Zo, so, die juryleden. Moeten toch wel heel makkelijk kunnen zien wat wat is, omdat het echt hun werk is. Ja. Hun moeten daar zitten. Niet van, oké, okay, ik ga nu naar een mooi pot kijken. Weet je, die tegen die Ja. gaan daar zitten. Okay, gewoon je werk. Gewoon je werk. Gewoon, ja. zo, dit is zwart, dit is uh, witte hoek. Ja. Wie scoort welke punten? Ja. En als wij het al, bepaalde dingen al best wel makkelijk kunnen zien. Hoe kunnen hun het dan niet? Uh... Ja, ik, ik, ik vind het, kijk, het is, het is sowieso lastig hoor. Sureren. Ik, ik, ik kan best begrijpen dat het lastig is. Ja. Alleen als je het niet kan. Ja, want sommige partijen zijn niet lastig. Als je het niet kan, ga wat anders doen. Ja. Als je het niet het, het talent hebt om het te doen, want er moeten gewoon talenten zitten, er moeten gewoon hele goede professionals daar zitten. Ja. En niet iemand waarvan je denkt van, nou ja, het moet wel lukken. Weet je, ja. dat, is niet, dat lukt je wel. Ja, nee, iemand, het. Het, het moet gewoon iemand zitten gewoon die het kan, die, gewoon, weet je, die daar talent voor heeft. Voor heeft weet je? En niet, niet iemand die uh, ja, het een ja. beetje erbij doet. Ja, ja. Ja, nee, het, eh, klopt. klopt maar het blijft, het blijft discussiewaardig, ja. weet je, die partij van uh, Ristoff tegen, tegen Sirius. Maar ja. hoe dan ook, ze hebben, het zijn allebei topvechters, ze hebben allebei heel goed gepresteerd, vind ik. Ja, en hier, hier meteen om daarop door te gaan, ja. wat betreft de jury en scheidsrechters, valt jullie, uh, valt het jullie ook op dat Joseph Akni niet meer in de ring staat? Glorie 95 niet, Glorie 96 niet. Ja, hij is niet in actie geweest. Ja, wat is daar? Ja, ja wat, 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 wat nee, ja. Nee, het zegt ja. Het was niet opgevallen, nee. Wat is Akni? Zodra ja. we klaar zijn, ga ik hem meteen bellen. Ja. Zodra we klaar zijn, ga ik hem meteen bellen. Ja, ja maar dat. Uh, ja. Ja, ik vond het ook raar. Ik ga meteen bellen. Ja. Van, Hé, hey, Vaka, uh, ik zie niet meer op. Uh... Ja. Nog even iets, hè. Uh, ik weet niet of het wel zo is of niet zo is, hier. maar hier zie ik, zeg uh, maar officieel. Said heeft letterlijk gezegd dat Hamisha niet voor 12.000 dollar risico gaat lopen op blijvende schade voor altijd. Maar was het bedrag hoger geweest, dan had hij wel de ring ingestapt. 12k bruto, 10% manager, 15% coach, blauwe envelop, et cetera. Uit 5k over. Wat zeg je nou? Ja, dat, Ik heb het niet gezien dat hij dat heeft gezegd. Of ik heb het niet gehoord. Maar, pak die 12.000 euro. Ja, dat, 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 dat. Ik weet niet of het zo is. Kijk, nog, ik ga het nog een keer oplezen. Sahid heeft letterlijk nee, gezegd. Je, ja, ik, ik heb het gehoord de eerste keer. Oké, okay, nee, want je, je vraagt me. Nee, maar, maar, he, maar. Ik zit me af te vragen. Is dat wel zo? Ach, maar zegt hij letterlijk van 12.000 euro gaat hij niet risico nemen voor blijvend letsel? Ja. Maar 12.000 euro is wel heel weinig. Ja, nee, maar maar berekening... zou hij maar 12.000 euro krijgen? Ja. Dan is mijn beeld, als dat zo is, ja. is mijn beeld compleet veranderd. Ja, 12k bruto. 10% manager, 5% coach, blauwe enveloppe. Dan is mijn beeld compleet veranderd van wat die jongens krijgen. Ja, dus, hij, dus, hij zegt, dus het is begrijpelijk en het is wel gezegd, alleen niet door Hamisa zelf, maar door Said. Je weet, ja, want zo'n mensen zijn scherp. 12k? Ja. 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 Wauw. Nee, ja. nee, ik, ik kan bijna niet geloven. Ja. Ik kan bijna niet geloven. Ja, ja. ja. Ja, ja ik nee. Nee, nee dat is wel heel weinig. Ja? Net als hoe die berekening nu, berekening nu is, ga ja. je bijna niks over. Ja. Dan moet je, dan moet je, vijf, vijf, krijg je hè, vijf vijf hou je over. Tegen hoe is dat ook voorbij? Ja, 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 ik okay. weet Want, want wat, wat, wat krijg je dan als je kampioen bent? Twintig? Ja, maar ze wordt, maar, 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 maar ja, heel Glory wordt weinig betaald toch? Het was, uh, was ook bij uh, misschien uh, bij Vegsport Info. Hadden uh, ze het over? We van... over uh, Nee, Collision. 7. Ja. Uh, Glory heeft moeite om, om, om uit te verkopen. Ja. Of om überhaupt uh, om vol te krijgen, laat maar het maar zo ja, ja, En uh, toen to, to, to stond er ergens van, ja, weet je, de vechters klagen ook al dat ze te weinig krijgen. Dus ze krijgen te weinig, hun krijgen dingen niet vol. Te dus, weinig geld. Dus, ja. En, te en weinig toen, was het over, toen was het over die dingen van jou. Die column van die jou. Die column, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, die was die. Ik was, ik was ja. best pittig. Ja, die column was. Uh, die ik column, was ja. Die, ik was best pittig. Ja, die column, Maar, maar oké, okay, we gaan Maar het zijn, het zijn geen halfbanken ja, columns. Los, los, los van die. Los van die ja. ja. Anders moet je het weer over Rico hebben, weet je. Hij hey, laat het niet meer over hem hebben. Ja. Ik word er een beetje moe ja, van. Maar omdat NS de host ook, oh. ook weer over. Vanuit, je heette, Naarmate die column en Collision Zeven moeilijk uitverkoopt, toen noemde hij ook een paar dingen. Ja. Wat wij al eerder hadden gezegd. Wat dan? Zeg uh, ja, gewoon van van, ja, dat hij die, dat die, dat die dingen niet uitverkoopt. En dat het raar is dat hij zo lang kampioen is. En dat die zwaargewichten uh, uh, hem niet kunnen verslaan. Ja, ja, ja. En dat het gewoon heel slecht is. Ze en dat gewoon harder gaan trainen. Ja, en dat in die K1-tijd was het onmogelijk dat, dat een zwaargewicht zo lang kampioen was. Dat, dat oh, kan mogelijk, gewoon ja. niet. Ja. Weet je, dus, dus dat, dat zijn dingen die hij Die hij aanhaalde. Die hij aanhaalde. Kon, die hij ja. aanhaalde. Ja. Weet je, dus. Uh, uh, ja, en, 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 en ja, dat klopt eigenlijk ook zo. Dus. Is, is dat niet een beetje die die down, nou, die, die, ja, ja, die downfall, ja die downfall van die fall? zwaargewichten jongens. Ja, ja. De, nee, maar, maar neem maar ook van het, die glorie, want kijk, in principe, kijk, glorie is opgesteld op die zwaargewichten. Ja. Rico deed goed, dat, ja. dat, dat, dat is een feit. Hij was ja. lang kampioen, dat ja. is mooi. Ja. En dan, op een gegeven moment was hij lang kampioen en dan richten ze echt alles daarop. Ja, want hij krijgt ook, het meeste geld. Ja, hij krijgt de meeste aandacht. Ja, hij krijgt van alles het meeste. Ja, ja. dan blijft ja. er weinig over voor de rest. Ja, want iemand zegt ook Waarom die Collision 7 in Gelderdoom? Want ja, het is ja. zo groot. Ja. Krijgen het wel uitverkocht? Want ze... zou, het, zou het beter aan hooi kunnen doen? Ja. Weet dat je, geen voor ook. mij 10.000 man passen daarin als je, het, als je het echt helemaal vol gooit. Ja. Ik denk dat ze daar beter hadden kunnen doen dan Gelderdoom. Ja. Omdat Gelderdoom, die kan je wel. En ik denk dat ze dat gaan doen. Ik denk dat ze misschien de helft gaan gebruiken. Ja. Of een, een kwart of. Yeah. Whatever. Yeah. Maar ik denk dat ze niet, niet door volle geld doen. Nee. 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 Dat, dat zie ik niet gebeuren. Nee. Wie nee. ze op je kaart gaan zetten, yeah. gaat niet gebeuren. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op Warriorcode.com Het leven zit vol uitdagingen. Versport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen en leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij Vegsport toegankelijk voor iedereen. We gotta, we gotta Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com. Doe mee.